De woningen die in vlammen zijn opgegaan ter weg naar zee zijn verzekerd tegen brand. Dat zegt de stichtingsvoorzitter van het bedevaartsoord Weg naar Zee, Ramon Bainat. Door een brand zondagavond zijn de banden rondom de Mandier verwoest. Naast de inboedel zijn ook twee auto's uitgebrand. De schade bedraagt ruim 1 miljoen Surinaamse dollars, zegt Bainat. Ja, maar heel laag verzekerd, onderverzekerd, laat me zo zeggen. Toen het verzekerd was, was die koers nog 3,35. En nu is die koers volgens mij boven 8 voor de dollar. Dus als ik vroeger een paksement voor, toen ik bouwde, toen het verzekerd was, misschien 30, 35 geloof ik, maar nu kost het paksement 80. Dus alles is driemaal duurder gaan worden met de koers mee. Hè. Dus als ik met die bedrag neem van voor, en dit nu gaan bouwen, schat ik dat op dat jaar. Dus driemaal die kosten die ik eerder heb gemaakt. Dus zeker hoog zijn, ja. Maar u verwacht wel dat de verzekeringsmaatschappijen gaan uitkeren? Is verzekerd. Zij moeten ook aan de hand van de rapporten keren ze uit. Hè? Ik weet niet wat hun zienswijze is, maar vorige keer hebben ze alle rapporten afgewacht voordat ze iets hebben uitgekeerd. Bainat zegt dat inmiddels hulp is gekomen vanuit de gemeenschap. Ook vicepresident Ashwin Adin heeft toegezegd een bijdrage te zullen leveren aan de wederopbouw van de panden. De ravage kan echter pas worden opgeruimd wanneer de politie haar rapportage af heeft, zegt Bainat. We hebben nog geen resultaten gehad. De mensen zijn bezig met hun rapport op te maken, dus dat gaat niet zo snel. Vanmorgen is er brandweer geweest om me vragen over die auto, kentekennummer, etc. Met Winderwoorden zijn ze bezig nog met een rapport op te maken. Hè. Dat twee auto's zijn afgebrand. En dat willen ze ook vermelden in het rapport. Hè. Dus met andere woorden, als ze daarvoor zijn gekomen, dus ze zijn bezig met die rapporten nog op te maken. Dus al die autoriteiten, van zowel forensisch onderzoek, brandweer, politie. Dus we moeten even afwachten. Dus pas, gisteren zijn ze klaar met het laatste onderzoek. Forensisch onderzoek is laatst geweest. Dus even wachten, want toen vorig jaar hebben we afgebrand op bij het huis. Had het zeker een maand geduurd voordat alles wel klaar was. Dus laten we zien, misschien gaat dit een beetje sneller. We moeten gewoon nog even afwachten van de autoriteiten. Dat was dus de voorzitter van de stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee, Ramon Bainat. Hij sprak over de brand die zondagavond enkele woningen heeft verwoest.